Vast voetinkomen van 500 euro. Steunamendement 179. Verzilverbare heffingskortingen klinkt leuk, maar het probleem is, we hebben 2 miljoen flexwerkers en 1 miljoen ZZP'ers. Die weten niet hoeveel ze gaan verdienen. Die hebben een wisselend inkomen. Dat is het grote voordeel van een voetinkomen. Iedereen begint met 500 euro. En daarbovenop ga je verdienen. Je hebt die zekerheid van die 500 euro. Dat heb je niet met de verzilverbare heffingskorting. Sterker nog, we kunnen dezelfde problemen krijgen als we met de toeslagenaffaire hebben. Omdat mensen achteraf misschien wel een groot bedrag moeten terugbetalen. Daarom is een voetinkomen het beste alternatief. Voetinkomen is een goed compromis. In het verleden waren we ook al voor een voetinkomen. Een voetinkomen is een half basisinkomen. De economie gaat niet op tilt. En wat belangrijk is, we zeggen de bovenste 20% krijgen geen voetinkomen. Want terecht zeggen veel GroenLinksers, waarom geld geven aan hen die het niet nodig hebben? Dus als je meer dan 2 keer modaal verdient, krijg je geen voetinkomen. Er zijn experimenten gedaan, bijvoorbeeld in Finland. En wat bleek, bijstandsgerechtigden werden met een voetinkomen van 560 euro gezonder en gelukkiger. Ze kregen meer zelfvertrouwen. Bijstandsmoeders gingen meer aan de slag, duidelijk meer dan de gemiddelde. Wat ook belangrijk is, mensen kregen zelfs meer vertrouwen in de politiek. Daarom is basisinkomen of een voetinkomen een goed middel tegen populisme. Steun het voetinkomen. Amendement 179.